zijn een sterk bedrijf met topmannen. Mijn vader is in 1978 met het bedrijf begonnen, met een werkbak op zijn fiets. En is al snel uitgegroeid tot een grote KMO. Die heeft zijn eigen volledig gesmeten om te staan waar het bedrijf vandaag de dag staat. Ik heb gewoon de richting gevolgd, sanitaire verwarming op school. Oh, mijn papa deed dat. In 2012 heb ik het bedrijf plots moeten overpakken nadat hij een auto-ongeluk heeft gehad. Eigenlijk wou ik gewoon magazinier blijven, maar met een bedrijf van 170 werknemers kan dat niet. Je staat niet voor de keuze, maar je doet dat gewoon. Je wilt dat levenswerk verder zetten waar hij zo lang heeft aan gewerkt. In het weekend hadden wij iedereen opgebeld en gezegd van maandagmorgen om 6 uur allemaal verzamelen in het magazijn. En toen heb ik tegen mijn mannen gezegd, zie, wij gaan het bedrijf verder zetten, maar ik heb jullie keihard nodig. En wat je in hun ogen zag, die motivatie, dat was ongelooflijk. Dat heb ik nog nooit gezien. Wij zijn er vast van overtuigd, onze werknemers zijn ons belangrijkste kapitaal. Dat is echt mijn levensles van hem naar mij toegewist. Van, Jan, het werkvolk is zo belangrijk, je moet die goed swaaieren. En dat doen wij van de dag en dag ook. Wij vragen elkaar veel af van, wat zou wij nu gedaan hebben? Zou wij trots zijn? Ik ben er vast van overtuigd. Hij zou super trots zijn dat het bedrijf verder is gezet. Mijn werkvolk werkt hier graag. Wij hebben toffe werven en het gaat goed met het bedrijf.